Het is feest voor de 6-jarige Freek. Na jarenlang langs de NS-werkplaats te hebben gereden, mag hij dan eindelijk naar binnen tijdens de spoorwensdagen. Hij weet al heel goed wat hij wil doen. In die werkplaatsen gaan kijken. Ik wil wat meer zien, maar... Je weet nog niet goed wat je kan zien natuurlijk. Nee. De spoorwensdagen zijn voor jong en oud en het wordt georganiseerd door NS en ProRail. En ons doel is om zoveel mogelijk wensen in vervulling te laten gaan. En dat gebeurt. Freek en zijn vader zijn erg blij met wat de dag hun brengt. Ja, heerlijk. Supergoed geregeld. Ja. Hij wordt echt in de watten gelegd. Er gaan deuren open die normaal nooit open gaan. Nee. En het gaat allemaal op zijn tempo. Hij vindt het zo leuk. Hij geniet echt op en top. Ja, ik denk dat hij heel enthousiast is. Hij heeft heel veel indrukken gekregen. Het was een heel vol programma voor hem. Maar ik zag af en toe zijn ogen echt glinsteren en ik zag hem stralen. Dus ik denk dat het heel goed is gegaan. En na een hele middag door de treinloos te hebben gelopen en alles te hebben gezien, is hij moe maar voldaan. Leuk. Wat vond je precies zo leuk? Dat ik in de werkplaats mocht kijken en dat ik nog in de treinen mocht kijken. Dat is allemaal heel leuk. En vader Jasper is natuurlijk hartstikke trots op zijn kleine man. Je ziet hem als vader natuurlijk gewoon op en top genieten. Ademloos staat hij te kijken. Ja, dat is gewoon fantastisch. Je dient een wens in. Een van de 175, je wordt gewoon ingelood. Nou, dat is gewoon echt een topdag. Dat is echt zo leuk voor hem. Super. Dankjewel. Ja, was super leuk, hè? Ja. 10 met een dubbele duim. Een 12. Een 12.